Hallo allemaal, dit is Rick Stevens van Stevens Autoservice. Vandaag laat ik jullie even zien hoe je een brandstoftank slash brandstofpomp slash een filtertje kunt vervangen van een A-klasse Mercedes van om en nabij 2000. Even kijken, een W168 is dat geloof ik dat type, daar ben ik nooit zo goed in. Even kijken, dan gaan we even kijken hoe dat allemaal geconstrueerd is hier. Nou, ik heb de tank inmiddels al gedemonteerd. Je laat je gewoon zakken met een versnellingsbak steun. En dan kun je hem hier op in dit geval even een ton of iets dergelijks leggen. Je kunt hem ook op de steun laten staan. Maar de dingen zijn vaak een beetje gammel. Waardoor ik daar niet mijn voorkeur gebied. Even kijken wat even belangrijk is met dit soort klusjes. Omdat ze nogal levensgevaarlijk zijn. En heel vaak hoor ik nog steeds die verschrikkelijke dramatische verhalen. Dat het fout gaat in de werkplaats. Kunt u beter een beetje voorzichtig zijn met dit soort dingen. Dus even als u ermee bezig gaat, geen statische kleren aan. Even als u dit spul losdraait, deze slurven die dan open zijn waar lucht bij kan komen, even een dopje pakken. In dit geval gewoon een dopje van 40 mm en een zak eromheen. Hier hetzelfde verhaal, dus drukken jullie er gewoon in. Als dan iemand onverhoopt aan de slijpen is in de werkplaats of op een andere manier daar vuur bij komt, dan sta je niet meteen in de hens en dan is de overlevingskant een stuk groter. Even kijken, nou, de tank zelf is dus bevestigd met vijf boutjes, moeren zeg maar, die het ding vasthouden. Te weten, hier twee aan die kant, twee aan die kant. Dat is een beetje tricky omdat er dan helemaal aan deze kant nog eentje extra zit. Even kijken, en die zit dan hier weer bevestigd aan de kant waar het, even kijken, het actief koolfilter zit voor de tankdampregeneratie, of hoe je dat moet noemen. Even kijken, dat is ook belangrijk als je een filtertje vervangt. Die zit normaal hier geparkeerd, en dat is dit filter. En die is, even kijken, met één boutje hier vastgezet, maar dan zit die hier in een schuifsysteem. Dat is wel handig om te weten. Dit schuifsysteem dat werkt als volgt. Dit boutje los en dan tik je dat ding iets naar die kant. Zo hoog mogelijk drukken. Hier zo tegenaan drukken en dan komt hij gewoon los. En dat is ook de enige manier om hem los te krijgen als je de tank gemonteerd hebt zitten, zeg maar. Wat ook even belangrijk is bij deze auto's, dat er een brandstofslangetje is die altijd een beetje corrupt is. In dit geval, dit is het brandstofslangetje. Dat je die altijd even vervangt. En daar is de uitgaande brandstofslang, kort slangetje, van om en nabij 20 centimeter. En deze krijgt droogte scheurtjes. Ik weet niet of ik het u een beetje kan laten zien. Ik hoop dat ik dat even in beeld kan brengen. Want deze gaan echt gewoon bij al die auto's zo'n beetje standaard lekken. Dat is echt een bekend probleem. Eigenlijk zou er een terugroepactie voor moeten komen, maar dat is mijn persoonlijke mening. Dat is natuurlijk best lelijk als de auto onder je kont afbrandt, zeg maar. Ja, moeilijk om dit in beeld te brengen. Want hier zitten dus allemaal hier kleine droogtescheurtjes zitten erin. Hier kun je het nou wel een klein beetje zien. En ja, die gaan dus op een gegeven moment, wordt het zo erg dat die gewoon echt gaat lekken. En dan heb je dus een probleem. Ook nog even een dingetje om te weten waar de brandstofpomp zich bevindt. Als je dat niet weet, kun je altijd even kijken naar de stekker waar die zit. Als je de stekker onder de auto niet kunt vinden, is de kans heel groot dat er bovenin een klepje zit dat die stekker daar zit. Want ze gaan vanuit de fabriek nooit meer stekkers gebruiken dan strikt noodzakelijk is. En dat betekent dus ook dat de hele pomp en het tankunit in één keer vanaf onderen erin gezet is met, en daarna gekoppeld is met deze stekker. Dat is een manier dat je niet hoeft te zoeken waar de tankpomp zich bevindt. In dit geval zit hier dus ook helemaal geen incisies gemaakt waardoor je erbij kunt komen. Terwijl je dat op zich wel mooi zou kunnen fixen aan de bovenkant. Omdat je bij deze auto's op zich ruimtes genoeg hebt. Maar je wil het op deze manier. Als je dit ding los wilt halen, is ook nog even belangrijk dat je dan even kijken. Dat je dan even kijken deze uitlaat hitteschild fabriek zeg maar loshaalt. Dat is van fiberglas gemaakt, dus het geeft niet echt meer. Het is niet echt dat je zegt van nou dat is heel flexibel. Dus hier zit een boutje in en hier een Torx 10 als ik me niet vergis. En aan die kant hoef je maar iets los te draaien en aan deze kant draai je hem er gewoon helemaal uit. En dan krijg je hier net genoeg ruimte zoals je ziet en dan kan hij hier tussendoor. Het beste is zo'n klusje even met twee man te doen.
Want mij kwam de tank net al om de oren. Daar word je niet vrolijk van, zeg maar. Dus ja, dat is wel even belangrijk om hier goed je aandacht bij te houden. En het, ja, gewoon even goed opletten, veilig werken en dan komt het helemaal goed. Ik zou zeggen, nog een zonnige dag en be geblest maar weer. Joe.